Jij woont op de mooiste plek van Helmond, maar tegelijkertijd ook op de slechtste plek van Helmond. Want jouw huis is dat roze autootje achter jou. Ja, op het moment wel. Ja, door omstandigheden. Ja. En hoe zijn die omstandigheden zo gekomen? Scheiding. En doordat ik mijn kinderen rust wilde gunnen, ben ik verder het land ingegaan. Eigenlijk helemaal naar de andere kant van het land. Ja. Om zelf rust te vinden en om mijn kinderen rust te gunnen. Ja. Maar dan ben je toch urgent als je op straat woont? Nee, schijnbaar niet. Want elke instantie waar ik heb aangeklopt om een urgentie aan te vragen of om opvang op te vragen, überhaupt nachtopvang, kom ik tegen dezelfde problemen aan te lopen. Ik heb geen schulden en ik heb geen geestelijke hulp nodig. Nee. Dus moet ik mezelf maar redden. Terwijl ik hier in deze hele buurt gewoon niemand ken. Ja, collega's. Maar om daar nou gelijk aan de deur te kloppen van god, mag ik bij jullie overnachten? Dat doe je niet. Ja, en dan lees jij bij ons op de site dat er een aantal statushouders komen in Helmond, ja, die meteen een dak boven hun hoofd hebben in het, ja, Fletcher Hotel. En dat is best wel frustrerend, tenminste qua gevoel. Ja. Niet zo frustrerend dat je er continu mee bezig bent. Ik bedoel, die mensen hebben ook onderdak nodig en dat snap ik heel goed. Ja. Alleen als die in Nederland komen, hebben ze direct onderdak. Samen met mij ken ik nog meer mensen ondertussen die ik heb ontmoet. Heb jij gewoon eigenlijk, als jij werk hebt, je hebt geen schulden en geen geestelijke hulp, kun je nergens terecht. Nee. Ja, hotel in het hotel, €80 per nacht gaan betalen. Ja, nou, ja, dat hou jij niet vol met je loon. Ja, maar dan is dit toch uitzichtloos, begrijp ik dan. Want ja, je hebt geen... Je wordt hier wel, als je nog niet geen geestelijke hulp nodig hebt, dan krijg je het om de duur wel. Ja. Want je wordt hier gewoon helemaal moedeloos van. En om de duur dan zie je gewoon geen uitweg meer. En dan denk je van ja, terwijl wettelijk wordt er gezegd van ja, als zodra iemand echt dakloos is, heeft hij er echt op urgentie. Nou, ik ben echt dakloos. Ja. Ja, ik heb een dak van mijn auto. Maar of dat nou echt dakloos is, weet ik niet. Maar er wordt gewoon gezegd van ja, sorry, u valt niet binnen de criteria. Maar je wordt dus aangewezen op jouw netwerk. Maar voor hetzelfde geld zegt dat netwerk van ik vind het leuk en aardig. Maar het duurt al 4 jaar. Maar en meer ja, wanneer ga je dat krijg je op de deur ook nog steeds. Van goh, ja, heb je nou nog niks? Die vraag, ja, krijg je continu. Ja. Ja, en tijdens mijn werkdagen, tussen mijn werkdagen door, ja, dan slaap ik in mijn autootje. Ja. Dan lig ik met mijn 1,80 meter opgekruld op een bankje van 1,10 meter. Ja. Ja, je lacht ermee, maar het, ja, is wel, je hebt ook met -12 in dat autootje gelegen. Ja. En dan is het denk ik toch wel heel erg triest, denk ik. Dan is het best wel bibberen en koud. En dan heb je toch af en toe echt wel momenten dat je zoiets hebt van waarom? Waarom zijn mensen die van buiten afkomen, van buiten Nederland, van ze hebben allemaal recht op onderdak. Waarom, ja, ik niet? Ja, daar word je eigenlijk voor gestraft. Als ik geen werk had gehad, dan was ik ook gewoon een van de eerste geweest die aan de beurt, ja, was geweest. Dan kom je in dat cyclus terecht. En, ja. Maar omdat ik dat niet heb, op geen enkele manier eigenlijk hulpbehoevend ben, ja, sta je met de rug tegen de muur.